Ik word hier wakker in mijn enorme villa. Klop, klop. Oh, ik ben... Oh, klop, klop. Is dat de professor? Hallo, Mick. Hallo, meneer de professor. Welkom in mijn huis. Je bent hier nog nooit geweest, volgens mij. Ik ben hier inderdaad nog nooit geweest. Dit is groot, zeg. Ja, ja, ja. Wil je een house tour? Of wat kom je hier eigenlijk doen? Prachtige tafel. Ik had een vraagje. Een aparte tafel. Ja, heel groot. Ja, jij hebt niet zoveel veel vrienden. Stoelen. Ja, je kan er zelfs op springen. Ja, dat zie ik. Een huis tour, doe maar een andere. Ik heb namelijk een vraagje voor je. Een vraagje? Oké, ik weet niet. Is het een goede vraag of een slechte vraag? Nou, ik vind het een goede vraag. Jij vindt het een goede vraag, oké. Ja. Zeg het maar. Vraag maar raak. Ik ben een open boek, professor. Nou, ik heb een nieuwe machine gemaakt. En ik vroeg me af of jij misschien wilt testen samen met Giel. Testen samen met Giel. Oké, heb je Giel hier al voor gevraagd, of wat? Nee, nog niet. Oké. Ik ben eerst naar jou toegekomen. Oké, laten we eerst... Ik moet hier even nog wat meer voor weten, als ik heel eerlijk ben. Want machine testen, ik weet het nog niet. Zullen we eerst kijken wat Giel ervan vindt? Misschien, ja, misschien doe ik het dan ook wel. Want op dit moment... Helemaal goed. Ja, klinkt goed. Oké. Een machine. Wat voor machine is het eigenlijk dan? Nou, dat zie je wel als je er daar komt. Dan zie je wel wat voor machine het is. Een machine? Ik heb namelijk de kloonmachine heb ik omgebouwd. Dus het is nou een andere machine. En het kan niet fout gaan, of wel? Nee, denk het niet. Oké. Nou ja, laten we eerst even naar Giel toe gaan. Kijken wat hij hiervan vindt. Ik weet het nog niet. We zijn geen proefkonijnen, hè, professor? Nee. Natuurlijk. Zo zie ik jullie ook helemaal niet. Okay. Jullie zijn vrienden van me. Dus dit is gewoon een iets een heel vriendschappelijke cools. Zaak. Ja, er gaat iets heel cools gebeuren dan of zo. Ja, natuurlijk. Oh, nou, Giel die heeft trouwens de deur openstaan. Laten we even dicht doen en dan... Klop, klop! Giel! Hallo, wat fijn dat jullie aankloppen. Kom binnen. Hallo, dankjewel. Dankjewel. Giel de professor stond bij de deur, zeg maar. Ja. En hij had... Ja, vertel het zelf maar, professor. Oké, vertel. Ik heb een vraagje. Ik heb de kloonmachine heb ik omgebouwd naar een nieuwe machine. En ik vroeg me af of jullie twee machines samen willen testen. Willen testen? Wat voor machine is het? Nou, dat zien jullie wel als jullie er komen. Het is een leuke verrassing. Nou, ik ga nog geen ja zeggen, maar ik zou hem wel eerst even willen zien, ja, zeg maar. Zullen we hem even... Ja, laten we hem eens even zien. Ja, dat kom maar mee. Dat is wel heel interessant. Een kloonmachine ombouwen. Wacht, dadelijk... Krijgen we een soort Mick en Giel-kloon of zo? Nee. Zoals ik al zeg, het is geen kloonmachine meer. Het is een andere soort machine. Oké. Gaan we misschien aan elkaar vastzitten of zo? Is dat het? Of wat nee, gaan, nee, nee, nee. Kijk, hier is die. Oké. Hij is ook heel echt in onze kleuren. Is hij speciaal voor ons gemaakt? Ja, zeker. Dit is de kleurenmachine. De kleurenmachine? Oké, wat... En wat houdt dat in? Ja, wat is dat? Nogmaals, dat zien jullie wel als jullie erin staan. Als we erin staan. Je denkt echt dat we zonder uitleg hierin gaan staan en zomaar gaan kijken wat er gebeurt, professor? Nou, het is een vriendschappelijk iets natuurlijk, dus we zijn vrienden, toch? Hoeveel procent is er dat dit werkt? Ja, 99%. Ja, die hebben we al eerder gehoord, hè, Mick? Ja, dus het gaat weer eigenlijk fout. Nee, dat was zeg maar 1% fout. En die 1% had jij net te pakken, Mick. Dit is een andere 1%. En kleine kans dat je die pakt, toch? Ja. Oké, dat is wel waar. Maar ik voel me een beetje een proefkonijn op deze manier. Wij moeten een of andere machine testen. Ik waardeer het dat je hem speciaal voor ons gemaakt heeft. Ook mooie kleuren gebruikt toch, Giel? Ja, dat wel. Ja, maar ik voel me een beetje proefkonijn, professor. Ik denk, weet je, meestal als je proefjes doet op mensen, dan krijgen ze wel goed betaald daarvoor als het dan gebeurt. Ja, klopt. Ja. Heel goed betaald. Ja. Ja, dus... Mick, zullen we anders eventjes... Kom, zullen we even wat bespreken? Ja, wij willen wel... Is het mogelijk überhaupt om een prijs te krijgen? Ja, inderdaad. Nou, ik denk wel degelijk, ja. Voor jullie moeite is er zeker wel een prijs te bespreken. Oké. Nou, dan gaan we even een prijs bespreken. Doei, professor. Oké, doei. Oké, Mick. Kom, we gaan even hier zitten. Ja, dit is wel een... Dan hoort hij ons ook niet. Zo. Even in de kantine. Wat doen we ermee? Ik dacht aan 2 diamonds. Dat is wel een goede Twee diamonds, man. Ja, toch? Nee, Mick, dat is veel te weinig. Dadelijk blijven we voor altijd een of ander monster en dan hebben we daar maar 2 diamonds voor gekregen. Ik denk aan 6 diamonds. 6 diamonds, dat heeft de per persoon.
Maar dat heeft de professor toch helemaal niet? Ja, nou, dan is het jammer als hij het niet heeft. Ja, oké. Okay. Weet je, we gaan eens even kijken hoe graag de professor dit wil, oké? Ik wil wel 6 diamonds. We kunnen het proberen, maar... Ik zou het ook wel als willen. We straks helemaal niks hebben, is het jouw schuld, hè? Want ik had ook graag 2 diamonds gewild, maar... Ja, maar kom op, Mick, je weet toch ook niet wat voor proef het wordt en... Ja, maar 2 diamonds hield is gewoon heel tof. Oké, professor, we zijn er weer. Ja. Hallo. Ja. Hallo, welkom terug. Giel heeft tot een uitkomst gekomen. Ja, Giel heeft een aanbod voor ons beiden. Ja, wij willen allebei 6 diamonds hebben, anders doen we het niet. Ja. Allebei 6 diamonds. Wat dachten jullie van 6 diamonds in totaal? Allebei 3? Nee. Nou, 6 diamonds per persoon. Nee, dat is toch een goed... Die... 6 diamonds per persoon, anders doen we het niet, professor. Dat is wel heel veel diamonds, Giel. Ja, ik weet het, maar oké. Okay, nou, weet je, als je het niet hebt, dan kom ik. Dan gaan we er gewoon vandoor. Kom. Nee, Mick, ik vind 6 diamonds wel prima, hoor. Nee, Mick, in totaal. Oké. Nee, dan gaan we. Om het te geven, kom op. Dan gaan we. Doei. Professor. Okay. Nou, jongens, kom eens terug. Het werkt, Giel. Oh. Ja? Ja, wat is het? Ja. Nu krijgen jullie nog maar 2 diamonds per persoon. Nee, Nee, denk het niet. Oké, nou, dan gaan we weer weg. Ja, doei, professor. Doei, professor. Oké. Kom terug. 6 diamonds per persoon of geen deal? 6 diamonds per persoon. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar nu doen jullie het wel, toch? Wow. Ja, zeker, tuurlijk. 100%. Ik wist niet dat de professor zoveel diamonds had. Jawel. Oké, blijkbaar. Dat is wel bizar. Oké. Denk je dat deze machine zichzelf gaan betalen? Nee, dat is zeker waar. Klopt. Waar moet ik staan, meneer de professor? Jullie mogen allebei een cabine kiezen. Oké, dan ga ik maar hier staan, denk ik. Oh, Giel, ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik vind het wel een beetje eng. Ja, ik vind het ook een beetje eng. Ik vind het heel erg eng zelfs. Oh, jeetje. Nou, dan ga ik even hier aan de knoppen zitten zo. Oh, jeetje. Oh, nee. 3, 2, 1, probleem! Wat? Ik ben paars! Wat is dit nou weer? Erika! Giel, ik zie een andere kleurige hand. Giel, ik zou je armen rust uitdoen, want wat is dit nou weer? Ah! Wat ben jij mooi! Ah, wat is er gebeurd? Ja, je ziet er goed uit, maar waarom ben ik paars? Wat heb je gedaan met ons, professor? Ik heb jullie kleuren veranderd! Wat is dit nou weer, kleuren veranderd? Ben je wel goed in je hoofd? Dit ziet er zo raar uit, Giel. Maar het is succesvol! Ja, maar waarom zou je dit willen? Wat is dit nou weer? Nee, ik ben helemaal in paniek. Ik wil niet geel zijn. Ik haal me terug! Haal mij ook terug. Wat is dit? Oh, jullie hebben hier wel betaald gekregen. Ja, hier krijg je het allemaal terug. Giel, dat is wel heel overdreven. Ja. Klopt, diamonds zijn nog steeds leuker. We gaan nu allemaal... Wat wil je met ons doen? Waarom heb je dit gedaan? Inderdaad. Ik zou graag een paar testjes uit willen voeren. Ook nog? Ja, maar Giel... Nee, maar prima. We hebben 6 diamonds gekregen, Giel. Toch, denk ik dan. Ja, om ons te veranderen. Ja, nou ja. Oké, een paar testjes dan. Als het maar niet allemaal te lang jongens, duurt en zo, kom even mee. Oké, wij komen mee, denk ik. Kom maar mee. Gaan we even zitten hier zo. Hier voel je misschien wat meer uitgerust. Giel, jij ziet er zo raar uit. Ja, nee, jij ziet er raar uit. Ja, ik ben nog nooit zo lelijk geweest. Het klopt gewoon niet, dit. Nee, dit klopt echt zo lelijk geweest. Wat zeg jij nou weer? Au! Jongens, even bij de les blijven. Ja. Giel, ik wil graag aan jou vragen, wat vind jij van dit blokje? Ja, niet zo mooi als paars. Niet zo mooi als paars, oké. Krijg je er een bepaald gevoel bij of zo? Het ziet er hetzelfde uit als mijn hand op dit moment. Oké, denk je dat je dit blokje nu mooier vindt als dat je het 5 minuten geleden vond? Ja, nou, weet je wat het is? Als ik dit blokje nu lelijk noem, dan noem ik mezelf eigenlijk indirect ook lelijk. Snap je? Oké. Dat klinkt logisch. Ja, dus ik zou niet meer heel erg hard zeggen nu van geel is de lelijkste kleur ooit, wat ik eerst wel kon. Oké. Nee, dat zal ik even noteren. Mick! Ja, professor. Wat vind jij van dit blok? Lelijk. Lelijk, oké. Okay. Ja, okay, ja. Dus je vindt jezelf lelijk? Nou, op dit moment wel, ja. Jeetje. Oké. Dit doet me denken aan Giel. Dus je denkt aan Giel, oké. Maar doe het je nou niet denken aan jezelf? Giel, ja, ik wil zeggen, kijk eens even in de spiegel, man. Wat? Ja, maar... Normaal ben jij paars. Ja, oké. Ja, maar... Kom op, ik heb er net ook niet per se iets negatiefs gezegd. Nee, ik vind gewoon paars... Nee, vind ik gewoon niet mooi. Oké, ik vind... Trouwens, professor, ik vind Giel echt de allerlelijkste. Oké, kijk, maar... Nee, Giel, maar nou laat je iemand anders... Ik ben zo lelijk. Ik leek net een lelijk eentje, professor. Ja, maar kijk, hij is nu beïnvloed. Hij heeft uiteindelijk Giel gewoon mooi. Hij is nu inderdaad beïnvloed. Giel heeft gezegd dat hij Giel eigenlijk mooi vindt.
Hey, kan je dat bewijzen? Dat zei je net. Ik heb het opgenomen. Oké. Maar ja, jullie hebben me antwoorden gegeven. Jullie hebben me antwoorden gegeven. Dus Giel, initieel vind jij het wel een oké kleur. Maar Mick vond het dus absoluut niks direct. Oké. Ik wil jullie even mee naar boven vragen. Of ja, specifiek eigenlijk Mick, maar Giel mag natuurlijk ook mee. Zijn het voor lelijke planten trouwens? Lelijke paarse planten? Nou, ik vind ze wel mooi. Ja. Het zijn mijn planten, die hoef je toch niet lelijk te noemen. Je hebt ook een lelijke vlek hier, zo op je arm, professor. Hey, doe ze wat liever jij. Chemicaliën. Ja, dat is een lelijke paarse vlek. Wel mooie kleur. Mick, ik heb een vraagje aan jou. Zou jij deze potion ooit drinken? Ja, denk het wel, ja. Wel, zelfs als hij paars is, een beetje paarsblauwig. Ja, op zich wel, ja. Dan is paars namelijk weg. Oké. En Giel, zou jij deze potion ooit drinken? Ja hoor, ja. Ja. Wat doet hij eigenlijk? Zeker voor een paar diamonds drink ik hem. Mick, jij bent wel heel gierig. Nou ja, voor een paar diamonds drink ik alles. Oké, maar nee, wij gaan nu even niks met potions doen. Mick, kom eens hierin. Wat een lelijk huis. Oh, sorry. Wat is er? Oké, dus ik wilde vragen. Zou jij in dat huis willen wonen? Nee, tuurlijk niet. Heeft niet eens een zwembad. Jeetje. Gaan we echt zo doen? Sorry. Ik denk dat ik hier wat context mis, maar dat maakt niet uit. Giel? Ja? Als dit huis geel was, zou je daarin willen wonen? Nee. Ik vind hem zo mooi, weet je wel. Waarom zou ik hem dan geel maken? Zo mooi. Oké. Ja. Nou, ik wil zeggen, stel hij was geel. Niet hij is geel geworden, maar stel hij was altijd al geel. Zou je er dan in willen wonen? Ja, dan had ik het in principe geen probleem gevonden. Oké. Nee, grapje. Giel, ik zou hier nooit in willen wonen als hij geel was. Nee, hij moet echt paars zijn. Gewoon de beste kleur. Kan je niet Giel gewoon geel houden? Dat is eigenlijk wel. Ik vind het nou zelfs stom om paars is de beste kleur te zeggen, omdat Mick nu paars is. Ja, eigenlijk vind je mij gewoon de beste. Nee. Maar Mick, vind jij geel de beste kleur nog steeds? Ja, zeker. Ik wil eigenlijk ook gewoon weer terug naar mijn gele kleur, want het ziet er zo raar uit dit. Het klopt gewoon niet. Ik wil eigenlijk ook weer terug. Al moet ik zeggen. Maar Giel, jij hebt moeite dat het de paars je favoriete kleur is. Nee, bedoel ik. Giel is helemaal in de war, volgens mij. Weet je wat het gewoon is, professor? Mick die zit mijn kleur een beetje belachelijk te maken. En, ik weet niet. Maar ik zeg je eerlijk, niet meer uit. Ik vind het heel raar, oké? Ik raak gewoon in de war van deze situatie. Kijk, Giel en geel lijkt al een beetje op elkaar. Scheelt maar één letter. Ja, Mick en paars. Ja, je hebt eigenlijk ook de G van geel op je shirt staan. Ja. Oh jee. Oh, zo heb ik het nog nooit gezien, professor. Nee. Oh nee. En het staat je eigenlijk ook best wel goed. Mij staat nou, misschien is Giel ergens achtergekomen vandaag. Nee, dit is niet goed, Oké, jongens. Nou, ik heb nog één test die ik jullie wil laten doen. Oké. En dan worden we wel weer normaal. Ik ga niet heel mijn leven paars zijn, hè? Nee, dat snap ik. Ik wil graag dat jullie één dag in deze kleuren gaan leven. Eén dag in deze kleuren? Giel, wat echt. En dan wil ik aan het eind van de dag horen van jullie wat jullie er nou van vonden. Jeetje, man. Giel, we hadden echt veel meer diamonds moeten vragen. Ik dacht echt een stack per persoon of zo. Ik heb 12 diamonds gegeven. Ja, oké. Zes heb je er gegeven. Nou, per persoon. Ja. Dus 12. Nou, Giel, deal is een deal. Prima, dan ga ik gewoon naar huis. Ik moet gewoon mijn dag leven. Ik doe net of dat niks aan gooi je dag leven. Lekker naar mijn gele huis. Want ik ga niet naar jouw stomme paars huis. En dat vind ik nog steeds. Dan ga ik naar mijn mooie paars huis. Nee, ik zei stomme. Oké, nou jongens, heb een fijne dag. Doei. Oei. Moet ik dan gewoon vandaag lekker in de McDonald's gaan werken en noem maar op? Ik weet het niet. Ja, je luistert nog mee. Ik dacht dat je al naar binnen Ja, Mick, ik loop een meter achter je. Ja, sorry. Ik was een beetje mezelf aan het praten. Nou, succes, Mick. Ik ga even lekker mijn huisje in. Ja, doe dat. Nou wordt Giel me niet. Maar wat is dit nou weer? Is mijn huis nou paars? Hè? Oh nee. Wat is dit? Klus, wat doe je? Hey Mick, alles goed? Jij ziet er goed paars uit. Nee, maar wat is dit nou? Wat ben je aan het doen? Ik ben jouw hauze paars aan het maken. Maar waarom zou je dat doen? Ik kreeg een diamonds van die professor om dat te doen. Nee, maar... Hij zei dat jullie kleuren ging veranderen, dus ik heb het... Ga ik weer helemaal maken zo. Ik maak je deze geel weg. Hoe lang wist jij dit al, klus? Vandaag heeft hij gezegd dit contract. Nee, maar je moet niet zomaar naar hem luisteren. Je moet allemaal toestemming aan mij ook vragen. Ik vind het helemaal niet goed. Ik dacht dat die professor dat allemaal goed had geregeld. Hij zei, zijn die plannen om alles te veranderen? Nee, maak het weer geel. Waar zijn die gele blokken? Die gele blokken, die heb ik nou weggehakt. Die heb ik nog hier wel een paar, maar... Nee. Het moet weer geel. Dit is niet goed. Maar jij bent nou toch paars, met die paars? Kijk wat je trui aan. Ja, dat is maar voor één dag. Niet het hele huis hoeft gelijk paars. Nou, die
niet voor altijd. Oh, nee. Voor altijd, daarom maak je weer een paarstok. Nee, dit is gewoon een stom project van de professor. Die wilde kijken wat er gebeurde als ik paars was. Ik weet niet wat hij ermee wil bereiken, maar... Ja, ik ben wel al bezig geweest. Ik wil wel dat de professor mij betaalt, hoor. Oké, ik heb 6 diamonds gekregen. Als jij mijn huis weer paars maakt, of geel maakt, bedoel ik niet paars. Paars, als jij, nee. Als jij mijn huis weer geel maakt, dan krijg je wel 1 diamond van mij. 1 diamond? Ja. Ik had namelijk een heel project afgesproken voor 3 diamonds met die professor. En dan ben ik mijn project kwijt. Nee, maar die krijg je... Oké, 3 diamonds krijg je dan van mij. 3 diamonds? Oké, dan maak ik hem wel weer geel. Jezus, dan heb ik bijna geen diamonds meer, maar... Oké. Ja, nou maak hem maar weer geel. Maak hem nou wel weer geel. Ja, dit gaat echt veel te ver. Ik ga gelijk naar Giel toe. Waarom is Giel's huis niet geel geworden dan? Dan was het nog een beetje grappig geweest. Nee, Giel's huis mag weer mooi paars blijven. Wat is dit nou? En dan ben ik ook weer de helft van mijn diamonds kwijt. Hij zei niet... Ja, hij heeft eigenlijk helemaal niks gezegd. Hij was heel geheimzinnig, professor. Oh, het is eigenlijk geel. Weer aangepast. Giel, wat is er gebeurd? Wat hoor ik nou? Nou, al mijn meubels waren geel. Ja. Maar ik heb ze net even allemaal weer paars gemaakt. Heb je dit ook bij jou gedaan? Ja. Ja, je ziet het nog. Kom kijken hier, Giel, wat er bij mij was gebeurd. Klus, die moest mijn hele huis paars maken. Het is inderdaad helemaal paars. Oké. Nou ja, nee, dit is niet grappig, bij Giel. Mij was het wel wat minder werk om het terug te fixen. Maar gaat de klus het weer aanpassen of hoe zit het? Ik heb 3 diamonds betaald hiervoor om het weer geel te maken. Ik heb helemaal geen diamonds betaald. Ik had gewoon mijn meubels nog liggen in de chest. Die waren helemaal niet weg. Nou, ik wil eigenlijk even weer terug naar de professor, want ik vind dat dit echt veel te ver gaat. Hij gaat ook zelfs... Dit is gewoon mijn huis, weet je wel. Daar blijf je gewoon vanaf. Ja, precies. Ik vind ook niet dat de professor nog recht heeft om ons zo onze dag te laten leven voor de rest van de dag, zeg maar. Nee, ja, ik wil gewoon mijn dag... We moeten gewoon weer normaal worden. Ja, ik vind het prima om mijn dag te leven, maar je gaat toch niet heel mijn huis aanpassen zonder toestemming? Nee, zeg maar, het betekent toch niet als je 6 diamonds betaalt dat je dan alles kan maken? Dat gaat wel heel ver. Ja, klopt. Professor, klop. Hallo. Hallo, kom maar binnen. Wij zijn er helemaal klaar mee. Wat denk je wel niet? Maak ons normaal. Je zit gewoon ons huis ook aan te passen. Dat was niet de afspraak. Hé, jongens, dit is allemaal deel van de test. Ik heb daar nog extra diamonds voor betaald, hè? De test. Ik was aan jullie 12 diamonds kwijt en dan ook nog 3 aan klus. Dat is 15 diamonds voor deze testen. Ja, nou, dat gaat wel heel ver, zeg maar. En had je mijn huis ook weer normaal gemaakt, zeg maar, na deze test, of? Natuurlijk had ik dat gedaan. Dat geloof ik niet. Daar heb ik klus nog voor betaald. Nou ja, als je gewoon testen doet op ons, dat is dikke prima. Maar je blijft gewoon van onze huis af. Ja, inderdaad. Gaat toch ook niet vragen ook. Zo werkt dat niet in Kleurstad, hè? Nee, gaat toch ook niet jouw laboratorium. Ja, gaat toch ook niet jouw laboratorium met me aanpassen nu? Hey, oké, maar dan wil ik wel de diamonds terug als jullie de testen niet volledig doen. Nee. Je maakt ons gewoon dan weer... Dan blijven jullie maar paars en geel. Okay. Nee. Oh, Giel, hij heeft ons wel echt zo. Oké, weet je wat? Hier heb je mijn diamonds terug. Maakt me niet uit. Ik wil gewoon weer paars zijn, oké? Ja, ja. En ik, Giel, maar ik geef ze niet terug. En als er nou iets fout gaat bij dit experiment, dan wil ik nog meer diamonds terug hebben. Giel, jij wordt weer paars en Mick blijft ook paars. Dan zijn er 2 paars in Kleurstad. Nee, kan dat? Ik dacht dat je mij nodig had. Nee, er kan maar 1 paars te zijn. Okay. Hoezo? Dan wordt heel Kleurstad dadelijk paars. Professor, als ik heb klus 3 diamonds moeten betalen nu, zodat hij mijn huis weer geel maakt. Ja. Dus ik geef je 3 diamonds terug, want dan doen we... Je hebt er nog maar 3. Ja, ik heb er nog maar 3, ja. Ja. Je hebt er geen 6 bij. Nee. Ik betaal klus achteraf, maar... Oké, dan. Dus ik heb er wel nog... Ik heb er wel... Weer terug. Nee, Giel, hou nou op. Ik ben even... Mick, ik geloof je wel. Geef maar 3 diamonds en dan zet ik jullie weer terug naar jullie normale kleuren. Oké, top. Top, let's go! Ik word weer geel. Okay. Ik ga weer paars worden. Kom, let's schiet op. Let's go. Kom op. Ja. Ik ga hierin. Ja. Zo. Oké, nou. Zijn jullie klaar voor? Ja. Jazeker. Oké, 3, 2, 1. Probleem! Ja, let's go! Hey! Ik ben weer mezelf. Let's go. Oh, en weet je wat ik nu ook nog moet doen? Klus 3 diamonds betalen, professor. Maar... Ja. Ja. De machine werkt! Ja, de machine werkt, maar ik vind niet opeens de kleur paars leuk, dus dat werkt niet. Nee, maar daar waren de testjes voor. Maar Giel vond wel geel leuk, blijkbaar. Dus. Nee, dat is niet waar. Dat was ik heb wel, omdat er nog een beetje ik denk dat er nog wel een goede analyse gedaan kan worden in hoe mensen hun mening veranderen wanneer ze zelf de kleur hebben. Ja, vooral Giel, hè? Ja, in dit geval vooral Giel, ja. Ja, maar misschien dat ik op meer mensen moet testen om te kijken of dat normaal is of niet. Dat hoeft niet. Nee, dat hoeft zeker niet. Nou, ik ga naar klus toe, want
die verwacht waarschijnlijk 3 diamonds. Ik hoop dat Klus ook weer het huis helemaal geel heeft gemaakt. Want anders wil ik daar echt niet gaan wonen. Eens even kijken, mijn huis is weer helemaal geel. En ik denk, omdat Klus er niet is, die zal dan wel gewoon lekker in zijn kluswinkeltje zijn. Ja, en de afspraak is de afspraak. Hij kreeg nog 3 diamonds van mij. Eens even kijken of Klus in de winkel is. Hallo, Klus? Oh, daar ben je! Hallo, Mick. Hallo, Mick. Klus, ik zag... Ja, ik zag dat je mijn huis weer helemaal geel had, dus... Ja, dat heb ik weer teruggezet, want... Alsjeblieft, je rekening. Ja, ik ga in de kassa, ga ik even kijken. Ja, de rekening is voldaan. 3 diamonds. Oh, dit is super. Ja, dat was een makkelijk taakje, hè? Moet ik nog iets voor jou doen? Want ik zou eigenlijk het hele huis voor 3 diamonds doen. Maar het was zo'n makkelijke taak, ik kan nou nog iets doen. Kan ik iemand misschien pranken voor jou? Pranken voor mij? Je mag wel iemand... Weet je, kies maar zelf of je iemand wil pranken. Als ik er maar niet ben, oké? Oké. Als je de professor... Als je de professor wil pranken. Oh, ik, we gaan die professor pranken. Ik heb dit niet gezegd, maar het mag wel. In ieder geval. Oh, ja. Okay? Ja, want dat is goed. Dat ga je doen. Ja? Ja, doe dat maar. Hey, doei, Klus. Doei. Kijk, dit vind ik echt top. Dan krijgt die professor nog een beetje terugbetaald voor wat hij gedaan heeft. Want dit kon eigenlijk echt niet. Gewoon de kleuren veranderen is gewoon echt niet cool. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je even abonneren en een duimpje omhoog doen. Check hier ook de vorige survival. Die staat namelijk op Giel's kanaal. En dan zeg ik Mick out.